provincie Noord-Brabant hebben 16 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie de ambitie daadwerkelijk de duurzame ontwikkeling in hun regio in gang te zetten. Ze hebben zich aaneengesloten in de duurzame driehoek en ondernemen samen activiteiten die zichtbaar, praktisch en creatief zijn. De projecten binnen de duurzame driehoek, daar streven wij naar dat die maximaal beleefbaar zijn. Omdat het niet gaat over bestuurders, het gaat niet over papier, het gaat niet om organisaties, het gaat om de mensen van de duurzame driehoek. En dan is het wel goed dat je laat zien dat die samenwerking uiteindelijk concrete doelen dient door het echt ook beleefbaar te maken, merkbaar. Uiteindelijk gaat het niet om de boom in figuurlijke zin die je als gemeente plant, maar het bos wat je samen plant. Uiteindelijk gaat het om effect wat het heeft op duurzame ontwikkeling. En duurzame ontwikkeling kent geen administratieve grenzen. Het maakt natuurlijk een vlinder niet uit of dat die ene kant van de grens tussen Boksel en Haren vliegt of een andere. Daarom is die samenwerking van belang. Aan de ene kant vanwege die grens en aan de andere kant gewoon vanwege het grote volume natuurlijk dat je kunt bereiken. Een van de projecten van de duurzame driehoek is de ecologische knooppunten. Een knooppunt is een plaats waar het fietsroutenetwerk een gemeentelijk ecologische zone kruist. 10 gemeenten doen mee. Ze hebben een punt gekozen en ingericht. De gemeente Boksel heeft een locatie uitgezocht waar heel veel mensen langskomen. Het belang van de ecologische knooppunten is een van de vele projecten die gedaan wordt. En je maakt daar dus de ecologie, de natuur, de biodiversiteit echt beleefbaar door een rustmoment te kiezen. En daar mensen voor uit te nodigen. Nou, op de knooppunt zelf worden ook nog biodiversiteit toegevoegd door het planten van streekeigen materiaal. En dus het wordt niet alleen een bank, maar juist ook een stukje extra natuur die heel erg beleefbaar wordt voor het geheel. Het einddoel is dat elke gemeente zijn ecologisch knooppunt heeft. Maar het is al succes als de eerste gerealiseerd is. Ja, het gaat erom, je moet als duurzame driehoek het verschil maken. En bij de eerste heb je het verschil al gemaakt. Dat wil niet zeggen dat je altijd het beter kan. Dus het verschil is al gemaakt, het is al een succes. En we gaan ermee door tot elke gemeente het heeft. Ik ben met name geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling. Ik vind dat je als mens en als organisatie, als duurzame driehoek of als gemeente, moet kijken waar het maximaal is wat je binnen je eigen mogelijkheden kunt doen. Nou, dat kan met samenwerkende gemeenten kan dat heel veel zijn. En daar ben ik heel erg voor gemotiveerd. Ik denk dat je wel dingen echt ten positieve kunt laten veranderen en dat je daar mensen kunt bij betrekken. Ja, daar geloof ik gewoon in.